Nexit, dat, Wouter, dat geeft de mensen voor de Nexit weer het gevoel dat dat misschien kan gaan lukken. Dat is inderdaad een aardige stimulans. PVV-leider Wilders is daar bijvoorbeeld heel erg voor. En ook VNL, de partij van de twee afvallige PVV'ers, pleit het daarvoor. Maar wat je ziet is dat er in Den Haag eigenlijk geen draagvlak is voor zoiets. Het is ook allemaal heel ingewikkeld, want het moet eerst een verdrag zijn. Daar kun je dan weer een referendum over houden. Een logischer stap zou zijn om er bij de kabinetsformatie over te hebben. En als de PVV 76 zetels heeft, dan komt er inderdaad een Nexit-referendum. Maar als dat niet gebeurt, zie ik het niet snel gebeuren in Den Haag. Heel erg veel politieke partijen vinden dat er snel toch iets moet veranderen. En als je dan vraagt, wat moet er dan precies veranderen? Ja, Europa moet dichter bij de burger. We moeten meer inspraak hebben. Er moet niet al te veel over de hoofden van de Europese burgers allerlei besluiten genomen worden. Maar de echte concrete invulling daarvan, dat laat op zich wachten. En is ook niet zo eenvoudig, want als je in Europa iets wil veranderen, moet je dat met al die andere landen ook afspreken. En dat is dan net het probleem. Er zijn heel veel landen die een mening hebben. En weinig landen zijn het altijd volledig met elkaar eens. Natuurlijk voor het Nederlands voorzitterschap, dat is zonneklaar. Maar hier kon Nederland natuurlijk niet zoveel aan doen. Hè? Rutte heeft op een gegeven moment ook aan Cameron gevraagd, kunnen wij nog iets betekenen voor jou? En Cameron zei, door vooral niet in de weg te lopen. Dus Rutte en Nederland hielden zich koest over dat referendum. Het was echt een Britse aangelegenheid. Het is een smet op het blazoen van het Nederlands voorzitterschap. Maar ik denk niet dat je het kabinet of de premier van Nederland iets kan verwijten over het feit dat de Britten eigenlijk een opgekropt sentiment, wat ze al jaren koesteren, nu te gelden maken.